3D-techniek heeft de manier waarop we film kijken revolutionair veranderd. Tenminste in de bioscoop, want thuis, ook al kan mijn tv het wel, ga ik niet met zo'n bril opzitten. Maar het bedrijf Dimenco uit Veldhoven denkt daar eens op gevonden te hebben, want dankzij hun kan die bril de prullenbak in. Bas, dankzij jullie kunnen we binnenkort 3D-tv kijken zonder bril. Nou, gewoon hier uit Veldhoven. Hoe werkt het? Ja, 3D kijken zonder bril, dat is voor veel mensen echt een nieuwigheid. Wat we doen is eigenlijk heel simpel. De kaartjes zoals deze. Zoals we vroeger kennen. Hè? Zoals iedereen nog van vroeger kent. Dat principe dat gebruiken we op een tv. Die kaartjes, daar zit een soort van structuur op. Ja. Is dat dan hetzelfde wat op de tv zit? Ja, en eigenlijk wat het doet, is dat buigt het licht af in verschillende richtingen. Waardoor je dus inderdaad die twee verschillende beelden krijgt in je ogen. En waardoor je dus die 3D ervaring krijgt. Goed, Pinocchio staat al op ons te wachten. Hier zien we dus nou ja, hetzelfde als dit ongeveer. Als ik beweeg, dan zie ik hem verspringen. Ja, dat klopt. Deze lens zorgt er dus voor dat je altijd, wanneer je voor het display staat, een heel mooi 3D perspectief krijgt. Dag Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent een van de grondleggers van dit bedrijf. 3D-techniek voor televisies en Veldhoven, dat rijm ik niet helemaal. Nee. Hoe kan dat? Veldhoven is een high-tech regio. Wij zijn een spin-out van Philips. Philips zit in Eindhoven. Veldhoven zit daar bovenop natuurlijk. Ja, ik zie al ergens een oud logo voorbij komen van Philips. Ja, dat klopt. Dus dit is een van de machines die met ons is mee verhuisd. Oud beestje of niet? Het is een heel oud beestje, maar er worden hele bijzondere dingen op gedaan. Wat doet het? Hij maakt de master van de lensvorm. Dat doet hij in koper. Dus je ziet daar de vorm en je ziet ook een hele mooie ribbelvorm erop zitten. Heel nauwkeurig gemaakt. En deze lens is daar eigenlijk een exacte kopie van. Ja, dit is, je moet er met de vingers niet aan zitten, maar dit is eigenlijk het 3D-ribbelfolietje wat over het scherm heen ligt. Precies, precies. Nou, de techniek werkt, jullie maken het hier. Er zijn natuurlijk wereldwijd tv-reuzen, qua techniek ook. Hoe gaan jullie dan je boterham verdienen? We gaan dus niet zelf een tv-product verkopen. Niet een nieuw televisiemerk maken, maar we gaan samenwerken met ongeveer 80% van de tv-makers die er nu zijn. Jullie verkopen eigenlijk het idee, de techniek aan die bedrijven? Precies, precies. En we verkopen dat idee op verschillende manieren. Dus we hebben nu in kleine aantallen verkopen wij al displays. Dat loopt eigenlijk heel goed, daar verdienen we nu al een leuke boterham mee. Nou, wanneer kunnen we een tv kopen met jullie 3D-techniek erin, dus zonder bril? Ja. Wij zijn een crowdfunding project gestart. Binnen enkele dagen wordt dat live. En dan kunnen mensen nu al de 3D-tv van morgen kopen. Dan ga je dus alsnog een tv in de markt zetten. Ja, maar dit is puur om de markt blij te maken en warm ervoor te laten lopen. En dat moeten dus jullie andere klanten, dus de grote tv-bedrijven, eigenlijk aanjagen om hun die techniek sneller te gaan gebruiken. Dat klopt. Eigenlijk zijn die tv-makers al redelijk overtuigd, maar de markt moet ook overtuigd worden. En met dit project denken wij dat we nog meer market pool kunnen creëren. Die pakken het van twee kanten eigenlijk aan. Ja. En dan zijn we van die vervelende brilletjes af. Ja, exact. Ja.